Rudy komt uit Zwolle en treinen zijn zijn passie. Hij weet ons nog haarfijn uit te leggen welk materieel er vroeger op ons spoor reed. En hij neemt je graag mee naar het rondje IJsselmeer, wat hij vroeger met zijn grootvader aflegde. Mijn naam is Rudy Heijsman, ik ben 55 jaar oud. Ik ben woonachtig in Zwolle. Van Treinweb hebben we even een andere locatie gekozen. Zoals je kunt zien, Kampen Zuid. Kampen Zuid ligt aan de Hanzelijn die in 2012 door 6 december door koningin Beatrix is geopend. 9 december is de originele dienstregeling in werking gesteld. Nou, waarom hebben we voor Kampen Zuid gekozen? Omdat Zwolle op dit moment even een bouwput is. We zijn bezig met een tunnel onder de perrons door. Vandaar dat we deze locatie hebben gekozen. Wat trekt me het spoor? Eigenlijk al van jongs af aan. Ik weet dat ik vroeger met mijn grootvader vanuit Friesland een keer een rondje om het IJsselmeer heb gedaan. Dat was toen van noordelijk stationnetje Veenwoude. Met het plan U zijn we gereden naar Groningen. Van Groningen met het materieel 54 naar Amsterdam Centraal. Amsterdam Centraal overgestapt op het materieel 64 wat naar Zaandam ging. En toen hadden we de dieseltjes 5 die toen nog reden op Enkhuizen, toen het eigenlijk nog niet geëlektrificeerd was, naar Enkhuizen. Vervolgens met de boot over naar Stavoren. En van Stavoren met een dieseltje 2, de Blauwe Engel, terug naar Leeuwarden. En zo vandaar met plan nu weer naar Veenwoude. Dus zo hebben we ook het rondje IJsselmeer hebben we gedaan. Waar houden we nog meer bezig? Wordt ook eens gevraagd wat is je favoriete materieel? En dat vind ik toch altijd internationaal, de ICE3. En waarom de ICE3? En dat heeft even te maken omdat ik in 2003 ben ik toen getrouwd. En toen zijn we op huwelijksreis geweest naar Frankfurt am Main met de ICE3. Want we waren namelijk op doorreis naar Wenen. We hebben de spectaculaire snelheid van 300 kilometer hebben we meegemaakt tussen Keulen en Frankfurt en Am Main. En ik mag zeggen dat ik dat heel erg spectaculair vind. Ik vond het materieel is mooi, de inrichting is mooi en ondanks dat je tweede klas zit, zit je gewoon hartstikke comfortabel. Het verhaal heeft ook nog een vervolg gehad. Wij hebben in 2004 was er een kennismakingsrit van Zwolle naar Leeuwarden. En toen is de ICE3 geïntroduceerd vanuit Zwolle naar Leeuwarden heen en terug. Hebben we zelfs ook nog de krant meegehaald. Qua hobby's doe je dan ook nog wat met Train Simulator. We zijn onder andere bezig met name met banenbouw. Eens in de maand hebben we zitting in de Meren van Trainsim. En Trainsim is weer een onderdeel van de HCC. Nou, zo zijn we daar uiteindelijk mee bezig. En dit is eigenlijk even kort het verhaal wat mij op dit moment bezighoudt.